actie. Cultuurinactie.nl. We zijn hier 7 dagen per week. Deze hele week kun je het zien. Je kunt het ook allemaal terugkijken. Natuurlijk alle filmpjes die ook op de site te zien zijn. Cultuurinactie.nl. En inmiddels staat de teller op 226.905. Het worden er maar meer en meer allemaal deelnemers. Allemaal mensen die in de cultuursector werken. Mensen die een hart onder de riem willen steken van de mensen die daarin werken. In de entertainmentindustrie. John Buisman, acteur, is bij ons aankomen schuiven. Acteur en mens. Ja, dat hoop ik wel. Ik hoor het wel vaker, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. We hebben het over het feit dat deze actie... Mariska van Vincent, ja. Die zei... Want Vincent zei, Mariska zit ook in de cultuur. Ja, zeker. Die heeft net een boek geschreven. Oh. Maar daar kreeg ze natuurlijk de kans even niet meer voor. Dus dat wou ik dan eerst even... Nou ja, dat had ik graag gewild, maar ja, dat wist ik niet. Jij wist het ook niet. Nee, ik wist het niet. Maar nee. Hoe heet het boek wat ze geschreven heeft? Het boek heet Niet in je moerstaal, anderstalig in Nederland. Okay. Dat het maar even gezegd is. Dat is dat bij deze is dat ja. Gezegd. Goed. Maar hij heeft wel voor de getekend. Dat is wel fijn natuurlijk. Heel goed. John, deze actie cultuur in actie.nl is in het leven geroepen om... de cultuursector die vangt veel klappen op. Of tenminste, die krijgt veel klappen. Of ze het kunnen opvangen, ja. Is nog maar de vraag. Hoe sta jij erin? Ik kan mijn klappen net opvangen. Ja. Maar dat komt omdat ik toevallig vorig jaar mijn huis heb verkocht. Dus dat ben ik nou een beetje aan het opeten. Oh, dus dat is een groot voordeel. Dat was een heel groot voordeel. Maar niet iedereen heeft dat natuurlijk. Nee. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja. Er zijn acteurs die volgens mij ook geen uitkering kunnen krijgen en die echt aan de geelhonger zitten. Ja. En die of geen pensioen, weet ik veel wat. Er is natuurlijk geen acteur met een buffer. Nee. Die is er echt niet. Die zijn er echt niet. Nou, ik heb dat wel eens gehoord dat acteurs heel veel geld verdienen. En dat ze allemaal geld hadden kunnen sparen. Welke acteurs? Ja, dat weet ik. Nou. Sommigen waarschijnlijk. Ja, nou, nee. Is het geen vet betaalde... Nou, je kan als acteur kan je goed... Als je in een voorstelling zit en je bent ergens in vaste dienst... of je bent bij een gezelschap in dienst, dan gaat het wel. Maar volgens mij zijn er in heel Nederland... ik denk eigenlijk nog geen 30, 35 acteurs in vaste dienst. Ja, ja. En de rest is allemaal freelance. Volgens mij heeft alleen Amsterdam en Den Haag hebben nog acteurs in dienst. Mm-hmm. En verder is er geen gezelschap meer. Wat heb jij nu niet meer kunnen doen? Ik was een productie aan het maken die heette The Cosmic Cowboy. Ja. Dat ging over een... Ik ga altijd dood. Ik maak heel veel solo-voorstellingen. Story of your life. Ja, ja nu niet hoor. Nee. Okay. Ik was een voorstelling aan het maken, geschreven door Peer Wittebols, mijn favoriete toneelschrijver, over een man die nog maar 7 dagen heeft en die zichzelf een cowboy fantaseert om nog iets van zijn leven te maken. Ja. Maar dat ging natuurlijk niet door. Dan zou ik nu al aan het repeteren zijn met theatergroep Jan Vos. Met een voorstelling over de ontwikkeling van het populisme in Rotterdam. Daar zou ik de lijfwacht van Pim Fortuyn spelen. Die is verplaatst naar 2022. Wat wel te gek is, en dat heb ik eigenlijk nooit... Nee. Dat Jan Vos in zijn gezelschap... En dan word ik opgebeld van de week. Die zeggen, ja, dat ding gaat naar 2022, want dan kunnen we gewoon niet spelen. Want ze wilden eigenlijk 7 weken in quarantaine repeteren in Vlieland... Hoe doe je dat dan? Nou, jij gaat eerst 2 weken in quarantaine en dan kan je met elkaar spelen. Maar ja, als je dan gaat spelen... Oh, nee, ik dacht dat je wilde repeteren in quarantaine. Dat lijkt een beetje... Ja, oké. Okay. Ja. Oh, maar je gaat eerst in quarantaine en dan ga je repeteren. Nou ja, je moet eerst natuurlijk 2 weken in quarantaine om te weten of iedereen schoon is, zeg maar. En dan kan je pas gaan repeteren, eigenlijk. Maar dat ging niet door. Maar dan gaan ze wel iets anders maken. En daar zit ik dan ook in. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel geluk bij. Wat wel kan. Dus met losse monologen in een hele grote loods. Oké. Okay. Wat zou ik nog meer gaan doen? En wanneer gaat dat gebeuren dan? Ik ga volgende week wel die Fortuyn-voorstelling lezen. Mm-hmm. Dat vond ik zo zonde. Ik heb die voorstelling 1 keer gelezen. Een half jaar geleden. Ja. En dan krijg je iets... dan krijg je een stuk voor je kiezen dat je denkt, godverdomme. Ik zat al tijdens de eerste lezing te gooien met koppen, schotels en alles. Ja. Ja. Nee, maar dat is echt dat je denkt van zo, dit... Heftig, dit mooi. Dit wordt tot. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Zo'n enorme klootzak moet ik spelen. Ja. Ja, maar dat is altijd het lekkerste wat er is. Tuurlijk. Of je gaat dood of je speelt een klootzak. Ja, of ik speel een klootzak die dood gaat. Ja, dat is dubbelop is dat. Dat is dubbelop. Maar goed, dus dat,
Volgende week ga je die voorstelling ga je spelen? Lezen, nee, ga ik lezen. Oh, dan ga je lezen. Ja, lezen kan natuurlijk wel. Dus we gaan gewoon een hele grote tafel gaan lezen met 5 acteurs. Maar heb je genoeg overwaarde gekregen om je huis op te kunnen eten, om dat allemaal vol te kunnen houden dan tot, wat is het, 2021? 2022? Dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik wel. Ja. Want er was natuurlijk niks te doen. Ik ben op een gegeven moment, omdat ik voor die ene, voor die Cosmic Cowboy die ik je net vertelde, daar had ik al een pruik voor in huis en een baard. Ja. Toen werd ik, wie heeft er geen pruik en een baard in huis? Kom op. Ik? Hè? Ik heb geen, ik heb een baard zelf, maar ik heb geen pruik in huis. Nee, maar echt. Okay. En toen werd ik gebeld door een leraar van een lagere school. Quindehaan, die zei, mijn leerlingen zitten allemaal thuis. Heeft u geen opdracht voor ze? En toen ben ik filmpjes gaan maken. Daar heb ik inmiddels al zo'n 15, 20 van gemaakt. Als gekke ome Henk de Haan met zijn koningspoedel Kees. Ja. Ik heb een poedel. En dan maak ik filmpjes thuis in de huiskamer voor groep 7. Ook leuk om te doen. Maar is dit zo'n periode, want ik hoor dat ook veel mensen zeggen, dat het levert ook andere ideeën op. Het levert ook veel creativiteit op. Er komen ook nieuwe dingetjes boven borrelen. Ik mis wel... ik ben ontzettend een muziekliefhebber. Ik was veel liever muzikant geworden dan acteur. Ja. Maar uiteindelijk ben ik blij, want dan moet je helemaal in 8 bandjes zitten. Wil je nog een klein beetje rond kunnen komen. Want die hebben het echt nog slechter dan acteurs. Ja. Dat mis ik wel. Ik mis wel ergens live bij een concert staan. Live is toch... Hoe gaat dat eruit zien? Ik huil heel snel. Oké. Okay. Dus ik kan mij... van muziek. Okay. Van muziek, Gijs. Okay. Van muziek. Als er iemand een saxofoon is in zijn medelijk douwt en die geeft mij 6 goede noten, dan ben ik... Dan ben je al om. Dan ben ik weg. Oké. Okay. Was dat vroeger ook zo? Of is dat, nee, dat is al heel lang. Dat is al heel lang, is dat zo? Ja. Okay. Zo kan ik ook heel slecht tegen te veel kunst. Daar word ik echt misselijk van. Ja? Dat is een beetje stendel. Maar hier zijn we juist om de hele kunstsector en de cultuursector in het leven te houden. Dus als jij gaat zeggen dat je dat ook, echt dat hoop ik ook. Lijkt me niet ik zo hoop ook dat het er blijft. Okay. Want er is niks zo mooi als kunst. Nee, kun jij zonder, jij kan helemaal niet zonder muziek, toch? Ik kan niet zonder muziek. Nee. Ik kan me ook niet voorstellen dat er nooit meer muziek gemaakt zou worden. En ik kan me ook niet voorstellen dat er nooit meer een prachtig nummer uit zou komen. En ik denk dat dat nog steeds gaat gebeuren. Altijd. En ik ben al 25, 26 jaar discjockey. En ik, tenminste daarvoor ook al, maar sinds dat ik, dat ik het als betaald vak mag zien. Er is elk jaar zijn er wel een aantal nummers waarvan ik denk, hoe is het toch mogelijk dat men dat kan uitbrengen? En dat vind ik prachtig. En ik hoop dat dat ook altijd zal blijven bestaan. Ik stond vorig jaar bij Kamasi Washington. Saxofonist, een hele grote band. Met mijn zoon in het paard. En na 5 minuten echt vol te janken, man. Ja. Dus mijn zoon zei, wat is er met jou aan de hand? En die was 10 minuten later, ging die om. Ah. Ja, en als je dat nu ziet, dan sta je de enige als huilende man sta je tussen een paar mensen in. En dat kan natuurlijk niet. Nee, ik weet niet of muziek dat doet. Muziek sta je natuurlijk als je met 1000 man naar een concert gaat. Maar dat is belangrijk. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe meer je dat gevoel krijgt. Dat denk ik wel. Terwijl je toch eigenlijk allemaal iets anders hoort. Ja. Of denk jij dat niet? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan me nu niet zo goed voorstellen om tussen allemaal mensen in een vol paradiso te staan, bijvoorbeeld. Ik kan me bijna niet voorstellen. De laatste keer dat ik ben geweest was bij de Teskey Brothers. De Teskey Brothers. Concert. Ja, Australië. Ja. Ja. God, waar die gasten goed zeg. Niet normaal. Maar goed, hier kunnen we uren over doorpraten. Ja. Dat gaan we niet doen, want je gaat tekenen. Ja. Je gaat tekenen om natuurlijk dit aantal deelnemers nog zo groot mogelijk te maken. Ja. Voor wie ga je allemaal tekenen? Voor welke mensen? Nou, voor mezelf. Ik speel meestal de laatste 2 voorstellingen speel ik met Dusty Sigaar. Ja. Een bluesgitarist is dat Dusty. En een technicus, dat zijn nummer 3. Oké. Okay. Maar 3 is ook goed. Mag mijn hond er ook bij? Tuurlijk, maken we er 4 van. 4 van. En mijn vrouw doet vaak de productie. Dan doen we er 5. Oké. Okay. Zijn er nog meer mensen die je vergeten bent? Want je hebt wat uit te leggen, hoor. Nee. We doen er 5. 5, oké. Okay. Dat gaan we doen. Okay. Voor 5 mensen. John Buisman, dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat je snel weer naar een concert toe kan gaan. Dat zou mooi zijn, ja. Ik heb hem dat gezien. Ja, die Angelo is fantastisch. Ja. Trok hij weer zijn shirt uit? Of, met die vroeg. Ja. Ja. En ik ben 67. Ja.
Ja. Ja, die heb ik nooit gezien. Maar ik zou dolgraag, ik wil heel graag, ik hoop dat de Stones zouden hier naartoe komen. En wij zouden nu naar het North Sea Jazz gaan. En Alicia Keys die zou komen. En John Legend zou komen. En Diana Ross die zou optreden. En het was echt een soort droom North Sea Jazz. Maar dat is... Ja, ja. Ik heb bijna nu de laatste 3-4 jaar... Ik heb Del Holland John Oates vorig jaar. En dat was zo slecht. Die waren zo slecht. Ja. Ja, nee, maar... Ja, oh, je moet tekenen. Sorry. Sorry, we zitten even over muziek te praten. Ja. We hebben nog...